1, 2, schades eruit en alles opgeschuurd, afgeplakt, en 3, helemaal netjes gespoten. Ik heb toch wel die embleempje eraf gehaald, want dat was gewoon rotwerk. Maar nu, volgende. Kijk aan, nummer 2, ook helemaal geschuurd, nu nog fijn schuren, afplakken en spuiten. Dus, fijn geschuurd en... En dan is je spuitbus op. What did he say? Dus morgen verder dan de andere 2. Deze nog een laag kleur en dan nog lak. Yo mensen, welkom bij een nieuwe vlog. Nou, daar gaat de eerste eigenaar van de wielen. Van de BMW wielen die ik heb opgeknapt. Die heb ik niet verkocht of voor geld voor hem opgeknapt. Nee, ik heb hem geruild. Tada! Tweedelig RH-Z21 met een hele stack aan randen. En ik heb hier plannen mee. En ik denk dat ze onder het geheime project gaan. Dit is dus een heel groot probleem voor mij. En hier heb ik een bepaald plannetje mee. Ach, weet je wat? Ik verklap het jullie gewoon. Mijn bedoeling is dat ik de randen van carbon ga bouwen. Na mijn vakantie. Voor nu gaan ze lekker mijn loods in. En na mijn vakantie, als ik de tijd ervoor heb, wil ik daar content van maken om randen van carbon te maken. Ze zijn nu eentje pakken. Hartstikke idee. Nou, op zich in redelijke staat, maar ik heb er een aantal. Dus het kan een keer mislukken. En dat maakt niet uit, daar zit het kanaal voor om te leren. Dus we gaan deze van carbon maken. Ik vind ze niet breed genoeg, maar het is een mooi leerproces om deze dus te voorzien van een carbonlaag. Dus mooi. Dus dat als eerste. Maar als volgende gaan we deze afmaken. Gaan we die afmaken. En nog wat kleine dingen doen. En dan is het tijd voor vakantie. Dus nu deze de schuur in. Ik heb hier mijn tuin eindelijk een beetje op kunnen ruimen. Dus de Civic die staat op zich prima. Die gaat na mijn vakantie weg. Geheime project komt hier te staan. En de Civic die gaat naar mijn loods. Dus dat er gaat meer dan genoeg voor jullie. En wat vonden jullie trouwens van het Automatis filmpje en het te pakken nemen van GTA Leslie? Ja, hij heeft me absoluut teruggepakt en ik vind het alleen maar leuk. Maar Leslie, jongen, je bent een lul. The war is on. Ik ben nog echt niet klaar. Ik heb nog zoveel geintjes en niet alleen met jou, maar nog meerdere te pakken. Dus hou het in de gaten, jongens, want de prank wars zijn begonnen. Ik ga lekker even zitten, want ik ben door mijn rug gegaan. Mijn reet die doet zin, want er zit een spier vast in mijn reet en het voelt niet prettig. Dus snel de velgen naar binnen en dan... verder met de volgende velgen. Later. Die is mooi. Eeuw. Schuren. Dat is al beter. Nu waterproef schuren, maar dat doe ik lekker morgen. Dag. Ah jongens, dat vind ik wel even leuk. Ik ben zo in een mall, in een of andere grote mall in Den Haag. Maar ik ben natuurlijk zelf niet helemaal van de nieuwe auto's. Zeker elektrisch is nog niet echt mijn voorkeur. Maar toch, kijk eens, hier een Xpeng. Leuke auto, maar het leuke is als je een iets uitgebreidere versie hebt, heb je er een met vleugeldeuren. Dat is grappig. Dus origineel schijnt deze auto dus vleugeldeuren te hebben. Nou, gaan we eens even kijken wat ik jullie wil laten zien. Zo, kijk. Hij gaat dus omhoog. Heel erg grappig om te zien. En het leuke is dat het niet veel weg heeft van het systeem van origineel van LSD, die wij natuurlijk allemaal in de tuning zien gebruiken, die zie je hier. Het enige verschil is met LSD, is hier zit de gasveer op deze auto en bij LSD zit die hier naar binnen. Maar het principe is in principe hetzelfde. Je hebt gewoon een deur die eerst naar de zijkant omhoog gaat en dan dicht. Kijk, hop. En hij gaat dicht. Dus heel erg apart om te zien. We gaan hem even voordoen. We doen hem even open. Hup. Hij gaat wel zwaar, moet ik zeggen. Zo. Heel apart. Kijken we even van voren.
Kijk eens, er lopen ook gewoon andere mensen door, maar... Het is een beetje hetzelfde systeem als ik op bij Zippen kijk. Misschien als we LSD eens nagekeken hebben, open en dichtgaan is net even iets anders. Maar het systeem qua scharnier is eigenlijk feitelijk hetzelfde. Het is heel apart om te zien dat vleugeldeur nu ook op buitenlandse is. En zoals wij het altijd bouwden, op een nieuwe ouderwetse auto monteren. Wel heel grappig. Ik moet zeggen dat ik het model van de auto op zich wel heel leuk vind. Het heeft een beetje Tesla-achtig. Het is natuurlijk een Chinese of Koreaanse of wat dan ook auto. Ik weet echt niet waar deze vandaan komen. Xpeng. Geen idee. Maar het idee qua vleugeldeur is gewoon echt hetzelfde. Wat ik wel echt heel erg grappig vind. Dus even kijken. Mag ik zitten? Ja. Ja? Oké. Okay. Dan moest ik even netjes vragen. Maar kijk. Als je ziet. Gaan we even kijken. Je trekt hem gewoon. Hop. Dus ja, dat is dan de toekomst, hè? Dus even kijken, hoe doen we dit ding open? Ah, hier. Kijk, en je duwt hem weer omhoog. Ja, ik moet wel zeggen dat je wel echt moeite moet doen om hem omhoog te krijgen. Dus je zou hem echt, als je hem omlaag doet, kijk, omlaag trekken, dat gaat nog wel. Maar als je hem omhoog doet, moet je echt je hand eronder zetten. En het systeem zijn werk laten doen. Nou is dit systeem natuurlijk wel nieuw. Je ziet hoe nieuw alles is. Dus het moet even gevet worden, tenminste het moet gebruikt worden en alles, maar het is wel vet om te zien, om eerlijk te zijn, ja, ik hou van apart en dan als zo'n auto standaard vleugeldeur, nou ja, niet standaard, ik heb begrepen dat bij deze auto's het een optie is, want dit is de normale en dit is dan de iets sportievere versie, maar vleugeldeuren, het heeft nog steeds iets, daarom heb ik het ook nog steeds op de Civic zitten, ik vind het vet. Ik vond het wel leuk om in de unit dit dan eventjes te laten zien. Natuurlijk ver buiten de budget dan wat wij allemaal voor onze auto's besteden. Ja, als dat de toekomst is. Geef mij maar zo'n optie op een auto. Ik heb zin in de zomer, man. Ja, ik heb ook zin in de zomer, man. Ik heb zin in de zomer, man. Ik heb ook zin in de zomer, man. Ik heb zin in de zomer, man. Ja, ik heb ook zin in de zomer, man. Ken je dat je eigenlijk helemaal geen zin hebt, maar het moet? Nou, deze is nu kaal. En doe nieuwe wieltjes. Deze zijn nu kaal. Deze heb ik al tot korrel 320 geschuurd. Dus deze kan waterproef geschuurd worden. Nu eerst deze. Nou, weer beginnen met korrel 80. Dit doe ik allemaal even met de machine. Heb ik gewoon mijn machine even voor. Schuur ik al het zwarte mee af. En een les voor jullie, dat heb ik volgens mij de vorige keer ook al gezegd. Als je met de machine dit doet, zeker met korrel 80, doe hem nog een keer na met de hand in een rechte lijn. Dit om alle kleine dingen die je schuurmachine achterlaat, want die schuurt natuurlijk zo. Die krijgt er heel slecht uit als je dat machinaal gaat doen. Dus wat ik altijd doe, is na de machine... is er met de hand korrel 80 al die schuurmachine dingetjes eruit schuren. En zodra dat er helemaal uit is, dan kan ik hem op mijn roterende machine zetten. En vanaf korrel 80 naar korrel 320 gaan schuren. Klaarmaken voor het... eigenlijk voor de waterproef schuren. Dat was een kruk. Dus nu eerst eventjes naar korrel 320 in. Zo, ja, net als deze, heb ik mijn kapje af, helemaal naar korrel 23 geschuurd. Nee, je ziet de glans al, morgen korrel 400, korrel 600, korrel 800, korrel 1000, korrel 1200, korrel 1500, korrel 2000, korrel 3000, allemaal waterproef en dan polijsten. Dan zijn deze ook klaar, morgen ga ik ook de harten weer ophalen bij Vivelde banden, waren vorige week al klaar, maar ik had het een beetje druk. Dus morgen gaan we weer verder. Dus morgen waterproef schuren en de velgharten ophalen. Ik zie jullie morgen. Later. Zo mensen, weer terug bij Vivelde banden. Zo bericht tot zeer zeg. Victor! Snappie! Hoe is het, Tobbe? Lekker. Ga je lekker? Ja. Ben je vrij vandaag? Nee, ik ben net klaar met werken. Oh, lekker. Ik heb vakantie, jongen. Woehoe!
Zo jongens, dan zijn we weer om over jullie te laten zien wat Vivelde allemaal doet. Stralen, cleanen, poedercoaten. Meer dan dat, wat ze kunnen doen. Dus als ik het niet kan, dan heb ik altijd Vivelde nog achter me staan. Mooi, nou eens even die velgjes zoeken. Ah, vonden. Ik zit nou af en toe te kijken naar nieuwe wielen voor de Subaru, maar wat denken jullie? 3 SDM's of de VAG? Ik denk dat het op zich wel leuk zou staan op de auto. Misschien eens een keer een setje van iemand lenen en kijken hoe het staat. Jongens, even een dikke shout-out naar mijn maat Victor van Vivelde-banden. Ziet er weer goed uit, hij heeft goed werk geleverd. Ik hoop dat jullie me horen hier. Victor! Vic, dankjewel weer hè. Altijd. Dus als je bij verbanden bij Victor zijn, dan krijg je altijd nog een korting. Gebruik mijn naam, krijg je nog een beetje korting hier. Super service. Zo zie je weer chrome poedercoaten. Het is weer eens een keer wat nieuws voor mij. Ik moet zeggen dat ik de look echt wel leuk vind. Als je het hier zo ziet. Maar we moeten het natuurlijk in het volle zonnetje zien. Dus ik hoop dat vandaag nog een beetje het zonnetje gaat schijnen. Dan doe ik even een van die harten in de ronde die al klaar zijn. En dan kijk even hoe het in het zonnetje eruit ziet. Ik vind het op zich dik als je een beetje echt naar dat chrome toe wil. Kijk, full chrome is het natuurlijk niet. Dan zou je moeten hoogglans verdichten of vergromen. Maar het is een mooie tussenoptie. Ik ben heel benieuwd hoe het eruit ziet als, als de randen er weer in zitten. En in het zonnetje. Gaan we hopelijk vanmiddag nog even bekijken. Nu lekker naar even naar huis. En dan moet ik mijn werkbus nog wegbrengen. Dus, maar ja, zo zie je in deze vlog. Het is even het afhandelen van de laatste dingetjes. Ik heb van de week nog 2 interviews. Die gaan jullie sowieso op mijn vakantie zien. Welke, dat houdt nog even voor me. Het worden sowieso 2 dikke. Maar het is bij iedereen een beetje vragen. Veel mensen zijn natuurlijk nu op vakantie. Dus het is lastig. Ik heb ook zondag in ieder geval een hele dikke heb staan. En dan hoop ik deze week nog ergens. Ik had eigenlijk Mick Beekman. Maar ja, die had geen zin, zei hij. Dus dat komt na mijn vakantie wel. Dus het is nu nog even de tweede vinden. Ik heb een paar opties openstaan. Even kijken wie als eerste had. Maar nu eerst even lekker naar huis. Volgende wat ik moet doen is alle boutjes met de hand uitpoetsen. Er zit natuurlijk veel remstof op. Dus deze gaan we allemaal even schoonmaken in 3, 2, 1. En kijk eens aan, weer helemaal netjes. En dit zijn toch wel echt een van de gaafste boutjes die er zijn. Neochroom oliegebrande boutjes. De kleur is vet. Zal goed staan bij deze velgen. Nu de randen afmaken en dan in elkaar zetten. Zo, zijn we weer. Sorry, even niks gedaan, want ik heb pijn in mijn rug, jongens. Er is iets verkeerd geschoten en het zeer goed. Velgen moeten afgemaakt worden, dus water, korrel 400, 600, 800, 1000, 1200, 1500 en nieuwe 2000 opgehaald. En dan kunnen we ze zo mooi maken als die. Die is af, die is in elkaar gezet. Hier liggen de andere allemaal nog. Die kan ik straks in elkaar zetten. Deze ga ik nu schuren en netjes maken. Dan moet ik die even uit de weg halen. Dus we gaan verder. Laatste kleine dingetjes en dan is het echt vakantietijd. Ik hoop voor jullie, dus voor mezelf ook, dat ik tenminste nog 1 interview heb voor de vakantie. En anders ga ik lekker even 2 weken pauze houden, jongens. En dan zien jullie me uiteraard na de vakantie met ontiegelijk veel content. Echt ontiegelijk veel. We gaan de Civic verhuizen. We gaan het nieuwe project ophalen. Die gaat op de plaats van de Civic voor het huis staan. Carbonwerk. Polyesterwerk aan de Civic werken. Autoshows. Zoveel wat ik nog moet doen. En we gaan aan het interieur van de Subaru beginnen. Dus een beetje vakantie en even niks doen is ook niet heel erg voor. Echt nog ontiegelijk veel content voor de tweede helft van het jaar. Dus, maar laten we eerst hier lekker naar verder gaan. Als eerste deze schuren en polijsten in 1, 2, 3... Kijk eens aan. Weer netjes. Nu in elkaar zetten.
I'm a scat man. Nice. Nice. Zo, dat is 2 gedaan. En de derde hier ook klaar. Nog eentje te gaan. Hartstikke idee. Nou. En kijk eens aan. Helemaal klaar. Oefies handje. Deze zijn nu klaar. Die kunnen na mijn vakantie naar de eigenaar. Die kon ze na mijn vakantie ophalen. Nu die jongens afmaken. Deze die waren al kaal gescheurd. Die moet ik nog even schoonmaken. Dus nu deze. Druk, maar dat is tenminste allemaal af. Yeah, boy. Nou, nu die vel geklaard zijn, wil ik jullie toch vragen. Jongens, zijn jullie al geabonneerd op het YouTube-kanaal? Zo niet? Doe het even. Ik wacht wel even, geen probleem. Nee, serieus, ik wacht. Ja, is gelukt. Belletje ingedrukt. Geabonneerd. Top, jongens, dankjewel. En als jullie het kanaal aan andere mensen willen laten zien, doe me plezier. Deel het even, geef even een like. Of reageer beneden in de comments. Wat vinden jullie ervan? En wat hopen jullie nog meer te gaan zien de komende vlogs na mijn vakantie? Ik ben benieuwd. Ik ga weer verder. Zo, nou. Een busje terugbrengen. De auto die staat nu bijna al 2 weken bij mijn broer voor de deur. Maar toch elke keer als je hem ziet. Oh. Heerlijk. Even de auto verplaatsen. De bus neerzetten. En dan even met de auto naar huis. En dan gaat de auto naar de loods om lekker beschermd te staan als ik lekker op vakantie ben. Free.
Zo jongens, dat was het voor deze video. Ja, hij was vrij kort, want ja, ik ga ook lekker op vakantie en ik had niet veel onderwerpen. Ik ben natuurlijk bezig met de wielen. Ik ben natuurlijk bezig met alvast de dingen klaarmaken om de Civic te verhuizen. Maar nu is het mooi geweest, het is vakantietijd. De komende 2 weken zal ik niet uploaden, want ik wil ook even gewoon lekker tijd nemen om tot rust te komen. En na deze 2 weken dan wordt het weer lekker druk, weer wekelijks uploads. Misschien dat ik wat upload tussendoor. Moet ik even kijken. Dat zien jullie vanzelf. Voor nu wens ik jullie allemaal die nog aan een fijne vakantie. En ik zie jullie allemaal met 3 weken. Dan is de volgende upload. Dat zal in de week van 28 zijn. Ik ga weer aan het werk op mijn verjaardag. 28 augustus word ik 36. En dan moet ik ook weer aan het werk. En dan heb ik weer genoeg nieuwe dingen voor jullie klaarstaan. Maar voor nu is het lekker vakantietijd. Jongens, dank jullie wel voor het kijken. Like en abonneer vooral op de video's. Reageer eventjes in de comments beneden. En ik zie jullie na mijn vakantie, jongens. Ik ga er wat moois van maken. En ik zie jullie over 3 weken. Laters.